Ze komen naar je toe deze week, de ambtenaren van de gemeente Medemblik. Hier in Wognum beantwoorden ze vragen over zorg. Uittrekken en aantrekken van de kousen. Morgens om 5 uur komen ze bij me aantrekken en 's avonds tussen 6 en 7 komen ze ze uittrekken. En u hoopt dat dat na 1 januari gewoon zo doorgaat? Ja, want ik betaal ervoor. Het aantrekken van de steunkousen gaat na 1 januari naar de zorgverzekeraar. Dus die zal dat overnemen voor deze meneer. Want na 1 januari gaan taken op het gebied van zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en passend onderwijs over van het Rijk naar de gemeente. En dat levert vragen op. Want er gaat zoveel veranderen. Bovendien, mijn kinderen zitten op speciaal onderwijs in Horen, een hele andere gemeente. En ja, het is voor mij is het abracadabra. Ik weet niet waar ik wezen moet. En daarom ben ik hier bewust naartoe gekomen om even informatie in te winnen. En is het wat duidelijker geworden? Het is tot zover duidelijk geworden dat ik mijn verhaal heb kunnen doen, wat heel fijn is op zich al. En dat ik volgende week teruggebeld word. De Roadshow toert door de hele gemeente Medemblik. Waar maken mensen zich de meeste zorgen over? Waarschijnlijk de AWBZ-zorg die naar de gemeente gaat. Dat is een grote verandering waar mensen heel veel vragen over hebben. En toch wel een beetje bezorgd over zijn en graag meer over willen weten. De veranderingen per 1 januari zijn niet alleen ingewikkeld voor de inwoners. Wij zijn hier wel op voorbereid, we hebben wijkteams opgezet. Maar het zal wel betekenen dat we ook gewoon moeten ervaren, ook na 1 januari zullen moeten ervaren hoe het allemaal gaat lopen. En daar blijven ontwikkelen. En daar gaat de bus weer, op weg naar de volgende halte, Nibbikswoude.